Leuk dat je kijkt naar de nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. Dit is tevens de eerste video van 2021 en er zitten een hoop mooie dingen aan te komen. En laten we beginnen met een hele speciale Morgan en een hele speciale Ferrari. Laten we beginnen bij de Jaguar I-Pace. Want we krijgen regelmatig de vraag of dat we ook wel normale auto's doen. En ik vind dat dit wel onder het normale autosegment valt. Nou, deze auto is origineel zilvergrijs. We hebben een jaar geleden hebben wij hem al eens een keer in hoogglans groen gerapt. Dat was niet de allerbeste folie die toen... het was toen wel de beste folie te krijgen, maar het was niet super mooi. Want de glansfolies destijds waren gewoon niet je van het. Je zag er heel erg veel structuur in zitten en het was niet perfect. Inmiddels zijn er wel mooie folies uit. En we hebben het al vaker genoemd van het merk Innozatec. En heeft de eigenaar gezegd van, nou ja, goed, we zijn een jaar verder. En het is eigenlijk wel weer tijd voor een nieuw kleurtje. Dus is er gekozen voor blauw in plaats van groen. En dan Midnight Blue van Innozatec. En dat maakt deze auto wel weer heel erg tof. De afwerking is echt heel erg mooi. En ook dit matcht er heel erg goed met de kleur van het interieur. Dus of we normale auto's doen, ja. Of ze ook mooier worden, ja zeker. Aangekomen bij Absolute Detailing staat er een hele speciale Morgan 3-wheeler binnen. Ik heb pas geleden mogen rijden met een 3-wheeler en het is mij echt alles positief bevallen. Want ik dacht in eerste instantie dat het een beetje een oudbollige auto zou zijn en dat het helemaal niet leuk zou zijn om met zo'n wagen te rijden. Maar in tegendeel is het fantastisch rijden. En als je dan zo'n Morgan 3-wheeler moet rijden, rij hem dan zo. Echte retro look. Morgan bestaat ook al meer dan 100 jaar en de moderne 3-wheeler zoals die hier staat maken ze sinds 2011. Maar van dit model zijn er maar 33 gemaakt, dus dat is zeer exclusief. En tevens ook een van de laatste, want vanwege emissienormen gaan ze deze voorlopig in ieder geval niet meer produceren. Dus ze moeten, als ze dadelijk weer gaan voldoen aan de norm, dat kunnen ze wel weer. Maar zo ziet het er op dit moment nog niet uit. Wat gaan wij eraan doen? Want die auto is zo al heel erg gaaf aangekleed. Wij gaan de uitlaten aanpassen. Ik verwees er net al heel eventjes naar. Ik heb al gereden met de 3-wheeler. En dat was er eentje waarbij wij wat aanpassingen hadden gedaan. En onder andere dus aan het uitlaatsysteem. En ik moet zeggen, dat was wel een genot. Want het geluid van die V-twin is heel erg tof. En mag best wel een beetje pittig zijn. Wat ze wel gaaf hebben gedaan bij de P101 is dat ze aan één kant een witte uitlaat en aan de andere kant een zwarte uitlaat hebben gedaan. Dus dat thema dat houden we erin. Maar we gaan er wel voor zorgen dat een deel van de katalysator eruit gaat. Dat hij een klepsysteem krijgt waarmee je dus het geluid harder of zachter kan zetten. En dat je lekker in de open lucht kan gaan genieten. Wat is er nog meer zo speciaal aan deze P101? Hij heeft niet de normale ruitjes zoals die van de normale 3-wheeler is. Maar eigenlijk meer windreflectoren dan dat het rijtjes zijn. Er zitten streepjes op de banden. En dat zijn, naar zeggen, voor de torque setting. Dus dat je weet wat voor een slag je moet maken. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ja goed, wij leven ook in de moderne tijd. En daar heb je dat allemaal niet meer. En dan heb je nog de mogelijkheid om hem als eenzitter te gebruiken. En dan wordt deze kap ook weer heel erg retro look. Van glasfiber of zoiets dergelijks is dat gemaakt. Ja, hij is wel heel erg tof.
Kijk, daar staat hij dan. Een prachtige groene McLaren 520. Ja, wij houden wel van groene auto's. En als die dan groen is, maak hem dan zo. Super dik. Dit is een, zeker een Unilak. Ik kijk even naar mijn collega Roy, zeg ik dat goed? Een Unilak toch? Ja, geen metallic. Ja, Roy zegt geen metallic. Unilak. Prachtige uitvoering. Met gouden details, zowel op de logo's als op de achterkant en op de spiegels. En dan is het natuurlijk wel heel erg belangrijk dat zo'n prachtige spec ook goed beschermd wordt. En dat hebben wij gedaan. Wij hebben de voorkant van de auto hebben wij voorzien van X-Pel. De spiegels, die vangen natuurlijk ook vaak stenen. En dan vanaf hier, dus het voorscherm, de klep voor en de voorbumper, de koplampen ook. Daar hebben we de folie opgeplakt. Deze auto is werkelijk helemaal super, super strak. En dat moet hij ook blijven. Dus dat is hij nu. Hij is nu beschermd. En je kan nu gewoon lekker gaan trappen. Lekker dicht op je voorganger zitten. Nee, natuurlijk niet. Niet dicht op je voorganger. Maar in ieder geval wel lekker rijden. Ik sta alweer bij een favoriete auto van mij. Het lijkt wel alsof mijn lijst met favoriete auto's oneindig is. Dit is de Ferrari 599 GTO, eentje uit 2011 met 670 pk V12. En wel een van de best klinkende Ferraris met een standaard uitlaat. Want dit ding gilt van origine al. Heel bizar. Echt een prachtige auto. Maar dit is dus wel een collectors item, want hier zijn er maar 599 van gebouwd. Dus het is belangrijk dat deze in goede staat komt. En daarvoor is die ook hierheen gebracht. Wij doen volledige detailing, dus we gaan hem lak helemaal polijsten. En we gaan hem voorzien van een coating, zodat hij ook jarenlang goed blijft. Zeker als hij dadelijk weg wordt gezet, dan blijft hij nog veel langer goed natuurlijk. Interieur doen we ook gelijk eventjes. Maar hij wordt in ieder geval helemaal strak gemaakt, want hij komt in een collectie van Ferrari's te staan. En ik vind hem prachtig. Hij hoort er wel echt bij. Het is een hele bijzondere auto. Voorin, zoals gezegd, ligt er een V12. En dit is de V12 die ook is toegepast bij de Ferrari Enzo. Maar deze heeft meer vermogen dan dat de Enzo heeft. En dat is natuurlijk wel redelijk bizar. Dat een relatief normale auto tegen zo'n auto opbokst. Ja goed, dat gaat natuurlijk allemaal heel hard naar de 100, heel hard topsnelheid, noem het maar op. En dat is allemaal leuk, maar vandaag de dag niet extreem bijzonder. Dit is een item aan de auto, die vind ik wel heel mooi. Dat is een soort ja, doorlopend dak, waar een opening tussen de ruit en het dak zit. En dit hebben ze gecreëerd voor de downforce. Want ze hebben in eerste instantie hebben ze de auto gemaakt zonder dit dakdeel. En later hebben ze dit toegevoegd, zodat hij meer downforce genereert dan normaal. En met 670 pk heeft hij dat zeker nodig.
dit was het weer voor deze video. Bedankt voor het kijken. Onze volgende video zal de opname van de podcast zijn, waarin we terugblikken op de beste momenten van 2020. Dus abonneer ook zeker op ons kanaal om op de hoogte te worden gehouden van onze video's.